Afgaande op de eerste verklaringen van de verdachte lijkt het erop dat Amsterdam voor het eerst sinds de moord op Theo van Gogh weer het decor is van een terreurdaad. Nou ja, je schrikt er natuurlijk heel erg van. Allereerst natuurlijk heel veel sterkte aan de mensen die inderdaad de slachtoffers. Tegelijkertijd complimenten voor het adequaat optreden vanuit onze politie. We zijn erop voorbereid. En in dit geval is het goed afgelopen, redelijk goed afgelopen. We hebben 2 zwaar gewonden. Hopen dat het snel goed gaat met die mensen. Maar al met al is het iets waar we zullen waakzaam moeten blijven. Ik denk dat Amsterdam niet naïef kan zijn dat ook hier terreurdaden plaatsvinden. Maar ik vind ook dat het belangrijk is dat we ons niet bang laten maken. Dat we ons niet laten afschrikken. Dat we gewoon ons leven oppakken en doen wat we altijd doen. Want het is precies wat ze willen natuurlijk, Amsterdammers bang maken. Toch wil de VVD nog wel iets extra's. Samen met burgemeester Halsema kijken of drukke plekken in de stad nog beter beveiligd kunnen worden. Om er ook voor te zorgen dat Amsterdammers zich veilig kunnen blijven voelen in hun stad. Wat dat aangaat legt Forum voor Democratie de link met de radicaliseringsaanpak van de stad. Die moet op orde, zodat het niet tot terreur kan komen. Ja, nou dat is natuurlijk waar. Hè? Nu is dit iemand die uit Duitsland is gekomen. Dus of onze radicaliseringsaanpak van jongeren in Amsterdam nou ook daadwerkelijk dit incident had kunnen voorkomen, dat denk ik niet. Deze week gaat de raad ook in debat met burgemeester Halsema. Niet alleen over de steekpartij, maar ook over die veelbesproken radicaliseringsaanpak. En Denk neemt daar alvast een voorschot op. En dat is natuurlijk ook een beetje een bepaalde hypocrisie. Want ik heb ook een artikel gelezen dat er onlangs weer een man is aangehouden. Ook inderdaad met een terroristisch mobiel vanuit rechtsextremisme. Ja, daar is wat mij betreft veel te weinig aandacht voor. Als je ziet wat er bijvoorbeeld de afgelopen week gebeurd is in Europa. Met aanvallen op migranten. Ja, ik vind dat nog wel wat. Dus ik denk dat we daar op beide kanten scherp moeten zijn. We moeten niet eenzijdig bekijken. Natuurlijk is iedere vorm van geweld uit wat voor hoek het dan ook komt, is vreselijk. Maar ik geloof niet zozeer dat er voor het ene meer oog is dan voor het andere. Nee.